Goedendag en welkom bij de video waarin ik laat zien wat de mogelijkheden met Excel zijn in CS1 DataSource. Tijdens deze video zal ik de volgende punten doornemen. Ik zal laten zien hoe je een Excel-export van de volledige dataset kan maken, hoe je het volledige datamodel kan downloaden en hoe je een hele hiërarchie kan downloaden naar Excel. Vervolgens hoe je kan publiceren via Excel en hoe je daarna ook het Excel-bestand weer kan importeren. Eerst wil ik graag laten zien hoe je een export kan maken van een volledige dataset. Als je bent ingelogd in de webinterface en je gaat naar het tabblad Mijn artikelen, dan krijg je de totale dataoverzicht te zien. Als je dan vervolgens kiest voor rapporten en voor items naar Excel complete dataset, dan zal er een Excel-bestand gedownload worden van alle artikelen met een volledige dataset. En als je kiest voor items naar Excel met een basisdataset, dan krijg je een Excel-bestand met alle artikelen, maar met niet alle attributen. Daar zit dan bijvoorbeeld alleen de GTIN in, de doelmarkt, de GPC-code, de netto-inhoud, wat beschrijvingsvelden en de ingangsdatum en de laatste wijzigingsdatum. Als je een gedeelte van de dataset wilt exporteren, dan kan je via geavanceerd filter kiezen om bijvoorbeeld alleen de artikelen van een bepaald merknaam in beeld te krijgen. Je kiest voor filter toepassen en vervolgens krijg je alleen de artikelen te zien die zijn opgevoerd met deze merknaam. Ook dan kan je er weer voor kiezen om een rapport te maken van de complete dataset of van de basisdataset. En zo kun je van elk filter kun je een rapport downloaden in Excel. Dan zal ik nu laten zien hoe je een volledige datamodel kan downloaden en hoe je kan zorgen dat je de hele hiërarchie downloadt. Als je een GTIN aanvinkt, dan zie je dat je hier de optie exporteren krijgt en dan kan je kiezen voor exporteren naar Excel. Vervolgens zie je verschillende mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld kiezen of je productgegevens en publicatiebeheer wilt inzien of alleen publicatiebeheer. Publicatiebeheer is dat je kan zien aan welke dataontvangers de artikelen gepubliceerd zijn. Dus dan krijg je alleen die gegevens te zien. En als je kiest voor productgegevens en publicatiebeheer, dan krijg je alle attributen te zien die zijn ingevuld. Dan kan je vervolgens nog kiezen of je alle attributen wilt zien of alleen geselecteerde attributen. Als je kiest voor geselecteerde attributen, dan kan je via voeg attribuut toe, kan je de attributen kiezen die je wilt inzien in het Excel-bestand. Hier zie je bijvoorbeeld een voorbeeld van twee attributen. En als laatste zijn er nog drie exportinstellingen. Je kan kiezen voor inclusief hiërarchieën. Dat betekent als je een export maakt van bijvoorbeeld een omdoos of een basiseenheid, dat die ook het andere niveau in de hiërarchie meeneemt. Je kan kiezen voor inclusief alle attributen en alle lege attributen. Als je kiest voor inclusief alle attributen, dan krijg je alleen de attributen te zien die je zelf hebt ingevoerd in de webinterface. Als je het gehele datamodel wilt inzien, dan kies je voor inclusief alle attributen en alle lege attributen, zodat je het hele datamodel kan inzien. En als laatst kan je nog kiezen of je ook alle fouten en waarschuwingen in Excel wilt inzien die een artikel in de webinterface al heeft. Ik zal in dit geval de opties inclusief hiërarchieën en inclusief alle attributen en alle lege attributen selecteren om te laten zien in Excel hoe dit er dan uitziet. Zodra ik de selectie heb gemaakt, kies ik voor exporteren en wacht ik tot het Excel-bestand is gedownload. Die komt hier rechtsbovenin in beeld. Zodra het bestand is geopend, kan je alle data inzien. Je ziet hier onderin verschillende tabbladen. Het eerste tabblad en het tweede tabblad hebben met de publicaties te maken. Hier zal ik straks nog even op terugkomen. En vanaf het derde tabblad zie je alle informatie die is ingevuld. Je ziet dat ik net een export heb gemaakt van de basiseenheid en omdat ik heb gekozen voor complete hiërarchie, wordt de omdoos, de case, wordt ook automatisch meegenomen. Ook zie je als ik naar rechts schuif dat ook de attributen die niet zijn ingevuld, ook zijn meegenomen. Dus dit is dan de complete dataset, maar je kan er ook voor kiezen om juist alleen de attributen te zien die zijn ingevuld. Dat ziet er natuurlijk ook wat overzichtelijker uit. Het is maar net met welke reden je de export hebt gemaakt. In regel 8 zie je al de attribuutnamen en daaronder zie je per GTIN welke waarden zijn ingevuld.
Elk tabblad begint met de eerste drie kolommen, met de GTIN, de doelmarkt, 528 staat voor Nederland en jullie eigen GLN. Dus op elk tabblad zie je dat de eerste drie kolommen hetzelfde zijn en dat daarna per tabblad de informatie wordt weergegeven. Dan zal ik nu teruggaan naar de webinterface om te laten zien hoe je kan publiceren via Excel. Om te laten zien hoe je kan publiceren via Excel, zal ik een artikel exporteren wat wel is gepubliceerd. Dat zie je hier aan de publicatiestatus en een artikel wat nog niet is gepubliceerd. Deze zal ik exporteren naar Excel. Ik kies voor alleen publicatiebeheer, want ik wil alleen het artikel publiceren. Ik open het bestand hier weer rechtsbovenin. En zie nu dat alleen het tabblad Access Control en Access Control Group zichtbaar zijn. In dit tabblad zie je in de eerste kolom A zie je de GTIN staan van het artikel, de tweede kolom de doelmarkt, in kolom C en D eventueel nog een beschrijvingsveld en vanaf kolom E kan je aangeven aan wie je het artikel wilt publiceren. Als je het artikel aan de gehele doelmarkt wilt publiceren, dan zorg je dat je hier bijvoorbeeld doelmarkt Nederland 528 invult en dan wordt het artikel naar de gehele doelmarkt gepubliceerd. Je haalt deze GLN dan weg, want je kan een artikel of aan de gehele doelmarkt publiceren of los aan verschillende GLN's. Als je het artikel aan een bepaalde dataontvangergroep wilt publiceren, dan is het eerst belangrijk dat je in de webinterface zelf die dataontvangergroep aanmaakt. Zodra die zijn aangemaakt, dan kun je op dit tabblad zien welke groepen er zijn gemaakt en dan voer je de naam in van de groep die is gemaakt. Dus bijvoorbeeld Retail Nederland. Die vul je dan hierin en dan zorg je ook weer dat de kolom E en G in dit geval leeg zijn. Mocht je het artikel willen publiceren aan meerdere GLN's, dan kan je hier de juiste GLN invullen. En als je het artikel nog aan andere dataontvangers wilt publiceren, dan zorg je dat je de kolommen nog een keer toevoegt en dat je in de kolom het cijfer aanpast. Dit is 0, 1, 2 en 3. En dan zou je het artikel nu naar 4 verschillende GLN's kunnen publiceren. Ik had net ook een GTIN geselecteerd die nog niet gepubliceerd was. Dus die zie je hier ook nog niet staan. Als je dit artikel ook wilt publiceren via Excel, dan voer je hieronder de GTIN in die nog niet gepubliceerd is. In kolom B voer je wederom 528 in voor doelmarkt Nederland. En vervolgens kies je of je het artikel aan een gehele doelmarkt wilt publiceren, aan een dataontvangergroep of aan één of meerdere verschillende GLN's. Zodra je dit hebt aangepast, kan je het bestand opslaan en opnieuw importeren. Ik zal voordat ik hem opsla nog even de doelmarkt invullen als publicatiedoel. En vervolgens sla ik het bestand op en zal ik laten zien hoe je dit kan importeren. Om het artikel weer te importeren, ga je terug naar het Mijn artikelenoverzicht en kies voor de knop Importeren. Je selecteert het bestand en kies vervolgens voor onmiddellijke publicatie. En je geeft aan dat het alleen om het publicatiebeheer gaat. En hierna klik je rechts onderin op Importeren. En vervolgens ga je naar het tabblad Taken om te kijken of het bestand succesvol is geüpload. In dit geval zie je dat het bestand net geüpload is en dat dit geslaagd is. Dus dit betekent dat de publicatie goed is gegaan. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je nog meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met onze Customer Support afdeling via het e-mailadres info@gs1.nl of het telefoonnummer 020 511 3888.